Patrick, jij dacht dat het Olympisch Stadion, dat staat maar stof te happen hier. Ik ga wat geks doen. Ja, Rintje en ik dachten dat eigenlijk samen. Laten we eens gek doen inderdaad. Laten we nou eens op een hele nostalgische plek in Nederland. Nou, het Olympisch Stadion, zeg maar rondom de Olympische Spelen van Sochi. Laten we hier eens een ijsbaan neerleggen. We gaan hier een houten vloer van 14.000 vierkante meter neerleggen. Die komt zo'n 40 centimeter van de vloer. Daaronder komen allemaal leidingen, daar komt het ijs op. Er wordt nog een klein wedstrijdje gereden. Als afsluiter hebben we 5 dagen na de Olympische Spelen van Sochi hebben we hier het KPN NK Allround en het NK Sprint. Dat doen we ook nog op vrijdag en zaterdagavond, dus Skating by Night. Het laatste onderdeel van die avond is dat wij de medaillewinnaars van Sochi mogen verwelkomen en die willen wij hier graag op vrijdagavond een heel mooi eerbetoon geven. Patrick, dat daar, dat moet aan. Ja, dat ding moet aan. Gaat hij aan? Ja, dit is een van de dingen die heel hoog genoteerd staan nog op mijn lijstje. En ik vind dat als Nederland een Olympische gouden medaille hem mag verwelkomen, dan moet dat ding branden.